Hey allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdagavond. Ik ben schoonmaakbaar, wat op zich wel mooi uitkomt. Want ik moet morgen nog werken en dan heb ik vakantie. Maar ik zal het even in het licht laten zien. Ik heb gisteren mijn haar geknipt in een soort van ponyverloop laagje situatie. En het vandaag ook geverfd. Ik heb dit met dezelfde kleur meegenomen als dit. Misschien dat er een heel klein beetje nog gloed overheen zit. Maar het bizarre is, ik heb allemaal grijs haar. Ik weet niet of je dat zo kunt zien. Daar heeft het dus echt gewoon helemaal niet opgepakt, super. Maar ik ben echt blij met dit haar. Een soort van, zeker nu ik het gewassen heb. Het is nog een heel klein beetje vochtig. Maar nu het zo'n beetje poofy is, is het echt zo'n 70s vibe. Met zo'n messy bangs. Maar ik heb dus een schoonmaakbui. Zo. En er zit een was in de wasmachine. Dit is gewoon groen. Weird. Maar ik ga even alle was eraf halen en opvouwen. Zodat we daarna de andere was kunnen opvouwen. Ik moet beneden alleen nog even de wc in de badkamer schoonmaken. En er liggen hoopjes was klaar. Dit ziet er echt uit alsof ik binnenkort dood ga. Aesthetic. Hopelijk kan ik nog een wasje doen. Let's go. Oké, hij staat nu op fluorescent lighting. In plaats van de andere lighting. Blijf staan. Felicia. Nu moet mijn haar eigenlijk zo tot hier komen. Doe het nog even. Hallo. Wij zijn John en ik. Hallo John. Oh. Hallo. Het lijkt net alsof je geen kleren aan hebt. Heb ik ook niet. John heeft geen kleren aan. Wij zijn in, ik mag van John niet de Drunense Duinen zeggen, omdat de Loonse en Drunense Duinen zijn. Je mag wel de Drunense Duinen zeggen. Ja? Ja. Okay. Maar dan wil ik er niks van mee te maken. Maar wij zijn hier. Ik heb een dennenappel. Is het een dennenappel? Sparrenappel volgens mij. Ik weet het niet. Misschien dat ik er wel meer verzamel en dan een soort van slingertje maak. Die ik stiekem ophang zonder dat jij dat weet als herfstdecoratie. Alsof het is een vliegbeest. Maar wij hebben lunch meegenomen. Wij gaan hier gezellig zitten lunchen. Met dit als ons uitzicht. Vakantiemodus aan. Hallo allemaal. Wat? Ik weet niet wat hier. Oh, het zit achter mijn bril. Helpt dit? Medium. Ik kleur zo enig bij de muur nu. Kennen jullie dat als je 1 week vakantie hebt, dat je, het is dinsdag, dat je zoiets hebt van, we moeten iets leuks gaan doen, want anders is het zonde van de vakantie en de vakantie duurt maar 1 week. En morgen gaat John naar een vriend van hem en dan is het van, maar wat ga ik dan doen? En dan moet ik helemaal bedenken. Alsof het zo moeilijk is om te bedenken wat je in je eentje kunt doen. En hij is nu even naar de stad, hij had een broek gekocht en die moest vermaakt worden en het kon gratis bij een
waarom zie ik er zo moe uit? Bij een tentje in de stad. En dan ging hij voer halen voor de kikkertjes. En ik heb net geprobeerd om de cd-speler, die stond daartussen. Die gaf ook eens een error als je er een cd in deed. En ik wist niet waarom. Dus ik had van Alexander zo'n cd-cleaning. Of een, hoe noem je dat? Een laser lens clean cd-rom. Maar dat werkte niet, toen gaf hij error aan. Toen had ik hem opengemaakt. En de lens zelf afgepoetst. Toen deed hij het. Toen heb ik hem weer aangesloten. Toen gaf hij weer geen error. Dus ik heb het opgegeven. Ik heb gisteren ook mijn neus. Het is een beetje rood. Mijn zon belt mij. Hallo? Ja, nou, doe maar gemalen dan. Ja, nou, ja, dat kan ook. Doe maar bloot dan. Of is het nu te laat? Ja, ik heb ze nu gewoon gemalen. Oh, ja, dat is goed. Hele groen, helemaal mooi. Ja. Oké, okay, doei. Okay, doei. Ja. Ja, oké. Okay. Oké, okay, doei. Dat was waarschijnlijk voor jullie kant een heel wazig telefoongesprek. Maar soms is naar de stad en de koffie was op. Dus ik had gevraagd of hij blote bonen mee wilde nemen. Ik was niet mee, want ik zat hier nog in mijn pyjama. En dan gaat alles mis. En dan is het weer allemaal alleen. Die gaan in de long run. Dus ik ga nu even mijn project opruimen. En als John dan terug is, dan gaan we lunchen. En daarna gaan we, als het goed is, richting FK. Goed, waar. Hallo. Ik ga even naar de supermarkt. Want ik heb zin om iets te bakken zonder naar de sportschool. En daarna naar de kringloop geweest. En er was echt helemaal geen. Het was er ook echt stervensdruk. Ik heb daar nog nooit zo druk gezien. Maar ik heb. Ik weet niet of ik jullie deze broek al had laten zien. Wat is deze lichtprobleem? Wordt er niet beter van. Flarebroek met botanische blaadjes. En ik heb mijn nieuwe tweedehands schoenen aan. Slip-on fans. Het zijn heel licht roze met van die spikkeltjes. Maar ik heb nog nooit slip-on fans gehad. Leek me wel leuk. Je moet alles in het lijf in een keer proberen. Maar ik moet 1 of 2 dingen voor het avondeten halen. En misschien iets te snacken voor vanavond. Maar ik ga ook dingen in de oven maken. We gaan het zien. Ik hoef niet zoveel te kopen. Maar het huisje van de straat / op de straat. En anders verveel je. Waar is mijn sleutelbos? Hier. Oordopjes voor een muziekje onderweg. En dan kunnen we gaan. Het licht is hier echt raar. Je haar zit. Ja, echt. Je hebt je haar net echt gewoon raar gedaan voor de video. Je moet zo nodig aan de koppen. Ja, kan echt niet. Echt? Heb je schaar, moet ik het doen? Ja, van mij. Mijn haar zit nu ook heel raar. Het zit heel plat of zo. Ja, bij mij is het gewoon te lang. Maar je mag echt nu mijn haar knippen. Dat maakt me echt helemaal niks uit. Dat vind ik wel next level. Ik knip de Davies haar altijd. Ja, go for it. Misschien. Okay. Misschien daar nog een glas wijn. Maar ik ben bij Alexander. Hallo. Op zijn bank. Die wij mogelijk ook gaan kopen in een andere kleur. Want hij zit lekker. Ja, je mag echt die chill bank. Word je gesponsord door Weekamp. Dus hij weet wat je moet doen. Je moet even de bank bij Weekamp kopen. Je moet voelen hoe lekker die zit. Maar we hebben gegeten, nu drinken we wijn. En kijken we de YouTube. We moeten even deze label. Ja, dit is echt
een goed etiketje. Het is een zeeman. Een Shira. Zo'n hele stoere zeeman, hoor. Zo'n binky is dit. Welkom een wijnfles. Ik weet ook niet of zeemannen en rode wijn heel veel met elkaar van doen hebben, maar dat maakt niet uit. Helemaal niks, maar... Maar willen jullie trouwens ooit een plantentour van Alexanders huis? Alexander heeft namelijk net zo'n groot probleem als ik. En het allervetste behang ooit. Meneer, hebben jullie al ooit in een video gezien? Dit vraagt om een tour, vind je niet, Alexander? Ja, zeker. Zeker. Maar ook... De inrichting is veranderd, dus nu staan mijn planten ook mooier, vind ik zelf. Dus dan is het wel een mooi moment. Nou, dan doen we binnenkort een keertje, misschien op een zaterdag of zo. Ja, dan moet het even licht zijn. Ja, moet wel overdag. En jij moet gewoon maandag tot en met vrijdag werken, denk ik. Ja, zeker. Awkward. We zoeken wel een moment waarop dit lukt. Eindelijk blij met mijn grote mensenleven. Ja, ben je daar blij mee? Ja. Working 9 to 5. Bevalt voor de me. Voor de man. Voor de man. Op zich bevalt het wel. Gelukkig. Ja, lekker. Bevalt het wel lekker. Mooi. Maar ja, een plantentour lijkt me leuk. Ja. Wisten jullie trouwens dat Alexander een Lego YouTube kanaal heeft? Zo ben je. Wat is Blokslex? Nee, Bricklex. Bricklex? Ik zal het hier neerzetten. Zet het daar neer. Het is gewoon brik met CK, toch? Ja, als in Lex. Als in steen. Blokje en dan Lex. Lex van Alexander. Jullie snappen het wel. Ja, precies. Over en uit. Doei! Wij hebben net nieuwe borden gekocht. Ze zijn bruin, maar bij passende kommetjes. Want we hadden, die kun je nu niet zien, die staat hierin. Maar één kommetje wat van het handige yoghurt-eetformaat is. Want verder hebben we diepe borden die van mijn opa en oma zijn geweest. Dit zijn een soort van grote soepborden. En we hadden borden met stukken eruit die alle vier verschillend zijn. En dan weet ik dat het heel Zero Waste is. Maar we wilden graag mooie borden. Dus ik ga ze nu even allemaal in de vaatwasser zetten. En zijn we magic of niet, Sean? Ja. Zo enthousiast. Sean is heel enthousiast. Maar hij vond ze wel mooi. We hebben deze vakantie... 90's. Niet zo heel veel meer gedaan. Omdat Sean door zijn rug is gegaan. En we dus voornamelijk hier thuis hebben gezeten en gewandeld. We hebben vandaag op weg naar de borden, we hebben ook een lamp gekocht trouwens. Er staat hier een plaatje op. Ja, het is een glazen bulb met een gouden bovenkantje. Maar we hebben 15.000 stappen gewandeld, dus dat vind ik best goed. En ik ben nu lasagne aan het bakken. Lekker, hier een lasagne aan. Dit is een van de ergste dingen op de wereld. Zouden ze dat allemaal doen? Want het is echt mega verdrietig. Dat bedenk je toch niet? Oh. Dit waar me allemaal heidenen stickers onder op hun borden laten zitten. Het is gemaakt in Indonesië en daar is de luchtvochtigheid hoger. Dus het is gewoon uitgedroogd. Ja? Is dat jouw technische onderbouwde... Ja. Zie je, dit werkt veel beter. Omdat jij hier bent, is de luchtvochtigheid nu opeens hoog. Godverdamme. Ik sop het er wel af met een sponsje dan. Hallo jongens. Het is inmiddels maandag. Dus de vakantie is eigenlijk wel voorbij. Ik ga eerst even mijn haar wassen, want ik heb het nu zo lang mogelijk uitgesteld. Maar de tijd is daar. Daarna moet ik dit even opruimen. Want we hadden gisteren nightclubje aan de keukentafel. Dus nu moet alles weer naar boven. Dus dat ga ik zo even doen. En dan moet ik maar eens gaan denken wat ik ga filmen.
Dus ja, tijd om mijn haar te wassen. Ik heb geen idee of deze vlog enigszins boeiend is, maar het was een rare vakantie. Dus tot morgen. Doei!